Hallo MedeGamerGeeks, wat leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ben Jim en dit is een Heroes of the Storm video. Ik heb een aantal dagen geleden een stream gedaan waarin ik voor het eerst aan de slag ga met de gloednieuwe hero Garrosh. Hij is nieuw in deze Blizzard MOBA. En als je denkt, hey Jim, what the fuck is die game nou eigenlijk? Dan raad ik je aan om mijn review over Heroes of the Storm te checken. Die, ondanks dat hij al meer dan 2 jaar oud is, geeft het toch wel, denk ik, nog steeds goed weer wat de basis van de game is. En elke keer als er een nieuw character is, moet ik die gewoon checken. Ik ben nog steeds verslaafd aan die game. Garrosh is in die zin wel een bijzondere. Hij is een Warcraft warrior, een melee warrior. Alleen hij vervult niet echt de rol van een tank. Dit is typisch zo'n Heroes of the Storm character die niet een standaard rol aanneemt. Wat heel interessant is. Maar of hij echt heel erg goed is, dat is een tweede. Hij komt uit Warcraft. Ik ken verder de lore helemaal niet achter deze guy. Ik weet dat hij in Hearthstone zit. En daar in Hearthstone heeft hij een ability genaamd Armor Up. En dat heeft hij ook in Heroes of the Storm. Hoe meer damage hij krijgt, hoe meer armor hij krijgt. Waardoor zijn levensduratie best lang kan zijn als je goed gebruik weet te maken van die armor. Maar wat hem echt interessant maakt, dat zijn natuurlijk zijn abilities. Zijn Q-move. Daarmee kan hij namelijk vijanden naar zich toe trekken, als je die goed weet te raken. Hij heeft een zelfheal, maar zijn echte dealbreaker is Wrecking Ball. En ik zeg wel dealbreaker, het ligt eraan hoe je die ability gebruikt, je E. Dat is namelijk de mogelijkheid om je vijanden te gooien. Je kan ze van je afgooien, je kan ze natuurlijk midden in jouw groep gooien, zodat je iemand helemaal kapot kan maken. En dat heeft heel veel potentie voor toffe plays. Je krijgt later ook nog de mogelijkheid om je vriendelijke heroes, je teammates, om die te gooien. En dat kan je dan naast je vijanden doen. Dus dat kan je ook weer gebruiken als een chase mogelijkheid. Of juist, nee, ga weg. Weet je al, ga maar terug. Ik probeer je te beschermen. Heel veel toffe elementen zitten daarin. Maar ik merkte wel dat Garrosh nogal zwak was. Hij is, ondanks zijn armor ability, is hij niet heel erg tanky. Dus als je midden in een groep staat, dan ga je gegarandeerd dood. Hij heeft niet echt zelf een wijze van escapes. Je kan andere mensen helpen, maar hij kan zichzelf niet echt helpen. Hij heeft een kleine zelfheal, maar dat tik je zo weer weg als je een beetje een goede damage dealer bent. En dan zou je denken, oké, dan heeft hij vast wel wat damage daarvoor in de plek gekregen. Nee. Andere tanks, zoals Diablo, ETC of een Artanis, doen veel meer damage. En dan kan je denken, ja, daar kan je toch op spekken, hè? Je hebt natuurlijk die talents. Dat klopt. Maar zelfs daarmee vond ik Garrosh gewoon continu zwak. En ik denk dat ze dat een beetje moeten aanpassen. Of geef hem wat meer tankiness, of geef hem wat meer damage, zodat hij daadwerkelijk een dreigement vormt op het slagveld, in plaats van alleen maar de mogelijkheid om te gooien. Want we hebben andere positioneringstanks. Zoals ETC met zijn knockback, Artanis met zijn face prism, Diablo met zijn overpower, waarin hij een vijand gewoon letterlijk achter zich zet. En dan heeft hij een shadow charge, waardoor hij iemand zo de groep in kan rammen. Dus eigenlijk hebben we dit soort heroes al. Alleen het gooien, het meteen gooien, dat maakt het interessant. Maar dan moet hij wel ook andere dingen hebben, hè, waardoor hij ook een beetje goed wordt. Nou, de manier hoe je kan falen met Garrosh en hoe je af en toe kan slagen met hem, dat ga je sowieso zien in de aankomende fragmenten. En ik denk dat het daarna ook belangrijk is om te vermelden dat Quick Match echt een drama is. Er zijn te veel noobs. Er zijn te veel mensen die niet weten wat ze doen. En tuurlijk, ik speel dan een gloednieuwe hero, maar deze mensen zijn echt heel slecht. Kortom, hoogtepunten, dieptepunten. Je gaat dat allemaal nu zien. Veel kijkplezier. Oké, dus dit is Garrosh. Hij is de nieuwe hero in Heroes of the Storm. Hij komt natuurlijk uit Warcraft. Heel veel van hem weet ik eigenlijk niet. Ik ben niet helemaal into de Warcraft lore. Wel zit in Hearthstone. Hij is de warrior in Hearthstone. En dus is het niet gek dat hij in Heroes of the Storm ook een melee warrior is. Ik heb nog nooit met hem gespeeld. Ik heb wel al een paar toffe skins, zoals deze en deze. En dit is mijn absolute favo, Mad Max. Dus dat ga ik even doen. Ik moet natuurlijk even een bijpassend, hier, Mad Max motor erbij. Een leuke banner. Doe eens iets geks. Doe dat eens. Ik neem een hartjespray omdat het kan.
Ik neem gewoon de standaard voice-over en... I answer to no one. Te gek. Hij is wel echt... Oh, Mad X. Moet je kijken, er staat Mad X op zijn reet. Alsof de Mad Max referentie nog niet duidelijk genoeg was. Is wel vet hoor. Echt heel cool. Oké, daar gaan we. De allereerste match met Garrosh. Hij ziet er fucking awesome uit. Die motor is echt fucking badass. Even kijken. Eerst de dance moves natuurlijk checken, want dat is het allerbelangrijkste bij een nieuw character. Yeah boy. Wat is de tand? Stop. Oké, zijn abilities. Groundbreaker. Heroes hit on the outer edge are pulled towards Garrosh. Dat is fucking sterk. Bloodthirst. Deal 162 damage to an enemy and heal for 10%. Oké, dus dit is zijn healing ability. En... Hey? I came in like a wrecking ball. Throw a nearby enemy hero, minion or mercenary to the target location. Oké. Daar moet ik ook even goed op letten. Spannend, spannend, spannend. Wat is de trait? Armor up. Dus Garrosh krijgt armor. Naarmate hij meer damage krijgt. En dat betekent dus dat je meer damage ontvangt. Op het moment dat dat gebeurt. Ik wou net zeggen, waar zijn al die enemy heroes, joh? Oké, neem ik dus al 3 armen erbij. Tegen Butcher moet je nooit echt cool gaan doen. Die Butcher is echt... Oké, hij is even wennen, hij is even wennen. Nu wordt het spannend, want... Ah, kut! Oh nee, dat had ik beter moeten doen. Ah, ik had hem daar naartoe moeten gooien. Qua controls is het even net wat anders dan dat ik had verwacht. Want je moet dus richten met je muis waar je iemand naartoe wil gooien. En niet degene die je wil targeten, wat normaal het geval is. Dat maakt het heel erg verwarrend. Dat is kut. Oh, kut. Ben ik dood? Ben ik dood? Oh nee, ik ben niet dood. Minder dan 100 health is echt een miracle als je dat overleeft. Dan... wegwezen, jongens. Oké, iedereen die ik ook gooi krijgt dus ook power. Wat best cool is. Wat? Is hij nog niet dood? Wat? I just fucked my teammates. Het was goed bedoeld, though. Kutzooi. Waar zijn mijn teammates? Al die ults op mijn bakkes. Such daring. Oké, die was wel netjes, denk ik. Niet de echte natuurlijk. Damn.
Be ready. Heb ik zojuist iemand gered daar? Ja. Finally. Lol. Their blackened edifices fall. Eindelijk een goede throw. Claim the shrine. Show its guardians your resolve. Cut, en ik ben dood. Have courage, mortal. Hope remains. Oh. En dood. Fucking hell. Ze hebben zo'n sterke combo. Dat is echt niet normaal. Tegen die butcher kan ik echt helemaal niks doen als hij hoger level is. En daar komt die combo weer. Damn! Taunted butcher erbovenop. Je kan daar helemaal niks tegen doen, man. Ja, daar kan je helemaal niks tegen doen. Met deze opzet die wij hebben, kan je daar helemaal niks tegen doen. Dat is echt kut. Die Lily moet ik hebben. Oh nee, die Li Ming bedoel ik. Ja. Oh, dat was zo mooi. Alles kwam goed uit. Oh, ik hou van dit character. Oh, wat mooi. Oeh, ja. Dat moet je hebben, dat soort plays. Lekker. Dat is minder lekker. Dat er meteen eentje dood gaat. Het gaat om het idee. Ja, dit... Dit was echt een dramapot. Wat ook een drama is, dat zijn die klote muggen. MVP. Dat was wel lekker. Oh, pak haar dan! En dan missen ze alles! Hier, pak haar! Godsamme. Noeps. One-off, hè? Dus gewoon 1v1 is het. Nu komt hij erin gedoken. Klote beesten van hem. Ik ga nu niet winnen van hem. En ik heb geen fountain. Ik heb geen fucking healing fountain. En dan hebben we Garrosh 1-0. Als we deze nou niet hebben... Oh my god.
Oh my god. Oh my fucking god. I can't even gewoon. Ga weg, Gaslow. Ga weg! Ga weg! Ga jij niet weg? Dan zorg ik dat je weggaat. Wegwezen. Oh nee, hij loopt gewoon terug. Ga weg. Oh mijn god. Hoe meer duidelijk moet ik zijn tegen mijn teammates? Flikker op! Die was heel erg mooi. Het is alleen jammer dat mijn team... Dat mijn team dusdanig slecht speelt dat we er niet heel veel mee kunnen. Ah, Anubarak zit hier. Anubarak zit fucking hier. Kak! Ja, we hebben hem! Goeie opener hoor. Ik ga meteen naar boven. Ik had hem wel naar achter moeten gooien. Ik gooide hem voor me. Maar ook dat was volgens mij genoeg. Waarom zat hij daar überhaupt, die gekke Abathur? Moet opletten, moet opletten, moet opletten. Oh! Pak hem. Ja! Pak deze maar ook maar meteen. Ga maar zitten. Kill him, please. Lekker. Ja. This is how we do it. Yes! Zo moet dat! Oh, het kan! Het kan! Je kan de diva mek gooien! Oh, wat mooi! Zo hoort het. Zo hoort een potje te gaan. Hell yeah. MVP. Weer een beetje jammer dat Butcher natuurlijk MVP krijgt. Want ik heb de meeste kills en de meeste damage. Yo, wat leuk dat je hebt gekeken naar deze video. Als je meer wilt zien, je wilt het nieuwste van het nieuwste, klik dan op GG. Of check een van deze twee video's onder mijn Heroes of the Storm review. En als je echt alles wil meemaken, ga dan naar de website www.gamergeeks.nl.